Wiljan Vloed gaat dat nu proberen bij NEC. Eigenlijk ben je gek, zegt hij, dat je tussentijds instapt bij een club als NEC. We hadden hem eigenlijk vanavond in de uitzending willen hebben, maar hij kwam erachter dat zijn dochter jarig was en dat konden ze helaas vanavond niet. Dat vind ik een goede reden om hier te komen. Nee, maar ook niet aan de telefoon, want dan was hij druk bezig enzovoort. Maar jullie gevoel erbij, René, Wiljan Vloed, NEC. We waren de laatste bij NEC, leuke club, aardige mensen, mooi veld. Nee, je hebt op dat veld gestaan. Nee, het is een prima club, Wilfred. Maar die hebben op dit moment gewoon een heel matig elftal. En ik denk dat die... Kijk, en het is een moeilijk groepje. Want Mario had het de laatste twee maanden van zijn contractjaar... Ja, had ze bij Jammer weggestuurd. Had hij het al heel erg moeilijk met die jongens. En dat die Dwight Lodewegers is erin gestapt en die is ervan geschrokken. En zo'n Vloed, kijk, ze zijn niet alleen moeilijk, maar ze kunnen nog niet zo heel goed voetballen ook. Dat is helemaal is helemaal vervelend als je dat hebt. Dus leg ze maar uit dat ze niet zo heel goed zijn. Nou, dat is een hele kluif. Ja. En als management speelt je jezelf een buffet van onvermogen op als je naar buiten komt van we willen Ko Adriaanse en je contracteert een twee dagen later Wiljan Vloed. Met alle respect voor Wiljan Vloed. Maar er is natuurlijk een wereldverschil tussen die twee ambities. Ja. En het is ook belachelijk om dat te roepen over Adriaanse als je niet eens zijn nummer hebt en niet eens gesproken hebt. Nee. Dus toch. En maar het is maar een moeilijk groep. Maar dat nemen ze dan bewust erbij. Hij staat bekend natuurlijk als een gedisciplineerd trainer die... Weinig tegenspraak duldt toch, meneer Vloed? Nou, meneer Vloed is wat dominant aanwezig. Het is best een goede man, hoor. Wat pakt hij dan? Dat is alleen hij praat een beetje veel. En er zijn een hele hoop... Je wilt ook aardig door op avond als deze, Johan, valt mij op, hoor. Ja, maar ik word hier uitgenodigd om dit te doen. Oh, oké. Ja. Nou, maar hij is er ook voor die Maar hij overdrijft dit. En hij staat, als hij weggaat op het parkeerterrein, om zichzelf te lullen. Dan zit mij niet op het trappen. Nee, dan zit je al in die auto, inderdaad. Ja. Nee, maar is dat de psychologie van zo'n bestuur echt gewoon... met meneer Lodewegers hadden we een sociale, meedenkende coach. En nu nemen we echt zo'n... Die trainersaanstellingen bij NEC, dat is natte vingerwerk van... Ko die heeft laten weten. Ik weet dat je hem niet aardig vindt, maar om nou dit soort dingen ook nog in uitzending te gaan zitten doen. Nou, dit was niet dit gebaar. Het was een natte vingergebaar. Ja, maar het was wel de verkeerde vinger. Ja, maar zeker niet dat gebaar. Vind ik ook niet leuk dat je dat insinueert. Nee, dat ik kan weet, ook niet je heel goed, want voor de zoveelste keer slaag je er niet om leuk te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat het een problemenvragen is met Vloed. Want Vloed die gaat irriteren na verloop van tijd. En dat is bij zo'n lastig naar groepje van middelmatige spelers, dan vraag je om problemen. Nou, of hij kan ze er misschien onder krijgen. Misschien dat hij wat zo gaat. Ja, en dan gaat hij het mes in het elftal zetten. En dan moet het tweede elftal spelen, die nog minder zijn. Wat bereik je daarmee? Weet je wat het is, Wilfred? Als je bij zo'n club gaat trainen, dat zie je nu aan Adela bij Sparta, moet je ook een beetje mazzel hebben. Kijk, die komt nu net bij Sparta. Er komen wat jonge jongens door. De A1 staat bovenaan, de tweede staat bovenaan. Goede jeugd. En dan heb je net de mazzel dat je een leuk groepje treft. En net zoals zo'n Vloed. Ja, wat moet je ermee? Je treft het verkeerde groepje. Ja, de beste spelers zijn geblesseerd. Ja. Guus, je hebt al eens gezegd, ik zou wel eens keer een Rioja willen drinken met Louis van Gaal. Dan moeten we zeker zo even door. Heb je al inmiddels een Rioja met Louis van Gaal gedronken? Nee, nog niet.